Ja, wat een prachtig lied, hè? Dat bekende Engelse lied Amazing Grace. En de inhoud is natuurlijk prachtig, de melodie is heel mooi. Maar als je weet wie dat lied gedicht heeft, dan wordt het lied eigenlijk nog mooier. Hè? Het is een bekeerde Britse slavenhandelaar die echt heel ruw en wreed is geweest. Heel veel doden op zijn geweten had. Hè? Want in de slavenhandel stierven er heel veel mensen op weg van het land waar ze gevangen zijn genomen naar het land waar ze zouden gaan werken. Maar toen God in zijn leven kwam en hij vergeving van zonden mocht ontvangen, heeft hij dit lied gedicht. John Newton, de bekeerde slavenhandelaar. En dat is denk ik ook wat ons vanmorgen aan elkaar verbindt. Als het goed is, toch? Dat we hier allemaal mogen weten van het bloed van de Heer Jezus Christus dat onze schuld heeft weggedaan. En dat is eigenlijk het beste vaccin wat er is. He, want we vieren avondmaal in een hele onrustige tijd eigenlijk. He. En het nieuws, de ene nieuwsbericht over het andere nieuwsbericht komt daar ons toe. Het maakt ons allemaal misschien heel erg onzeker. Maar wat heerlijk als we vanmorgen mogen weten met dat lied, al mijn schuld is weggedaan. Mijn rechter is mijn redder. Kijk dan, zoals Bart die vanmorgen is, dan hoeven we, hoe de toekomst ook zal zijn, maar dan hoeven we niet te vrezen. Want als we dan voor hem zullen staan, dan weten we dat onze rechter onze redder is. En ik hoop dat we dat allemaal vanmorgen mogen weten. Nou, Jan heeft me gevraagd twee dingen. Dat is om mijn boodschap binnen een half uur te houden, omdat er nog meerdere elementen zijn in deze dienst. En het tweede, dat is dat ik iets zou vertellen over het avondmaal, of in ieder geval in het licht van het avondmaal. En dat gaan we vanmorgen dan ook doen. We lezen met elkaar een paar versen. Als je je Bijbel hebt meegenomen, lees het dan met me mee. 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11, enkele versen. 1 Korinthe 10 vers 16. Er zijn eigenlijk twee gedeelten in het Nieuwe Testament waar Paulus toelichting geeft op het avondmaal. En dat is 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. En daar lezen we in 1 Korinthe 10 vers 16. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Dat is een vraag. Twee keer staat daar het woordje gemeenschap. Koinonia in het Grieks. Een intieme liefdesverhouding. Daar gaat het om in het avondmaal. De tweede tekst die we lezen, dat is vers 20. Nee, ik zeg dit niet omdat... Sorry, vers 21. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. Nou, Jan gebruikt al in zijn woorden, in zijn gebed, het woordje tafel. We zullen de tafel zegenen. Dus het avondmaal wordt ook wel de tafel van de Heere genoemd. Nou, dan gaan we naar de volgende tekst in 1 Korinthe 11, vers 20. 1 Korinthe 11, vers 20. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Dus hier wordt het woordje avondmaal gebruikt. En dan gaan we naar vers 25. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij terugkomt. Ja, we verwachten hem terug. Spoedig. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Nou, tot zover de woorden ter overdenking. Dus vanmorgen willen we met elkaar hebben over het avondmaal, ofwel de tafel van de Heere. Nou,
25 oktober 1989 was er wel wat, was een verdrietige dag, omdat er op die dag een wegwerker door een vrachtwagen op de vluchtstrook is doodgereden. Er waren in dat jaar wat meerdere ongelukken gebeurd en toen heeft de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers, die heeft een soort actie bedacht, hè? Een soort campagne van bewustwording. En sommigen van ons zullen dat nog wel weten en dat was de tekst: sta eens even stil bij het werk aan de weg. Het was een bewustwording, een wakker maken van als je daar in de auto zit en er worden daar bewegwijzering aangegeven en al staan daar kruisen en al staan daar pijlen, wees je ervan bewust, hier wordt gewerkt door mensen en als jij niet oplet, kan je die mensen doodrijden. Bewustwording, stilstaan bij het belang van wegwerkers. Nou, wat we in het avondmaal doen, dat is ook een stuk bewustwording. Sta eens even stil bij wat er nou werkelijk op Golgotha is gebeurd. En dan niet alleen door woorden, maar ook door zichtbare beelden. Nou, de Heer Jezus die heeft zelf het avondmaal ingesteld. Dus het is niet door een paus bedacht, niet door een kerkvader, niet door een oudvader, maar de Heer Jezus zelf, en Jan heeft het ook al gezegd, prachtig hè, wat er staat in Lucas 22, vers 15, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten. Dus God neemt het initiatief en nodigt ons uit om deel te nemen, hè, om zijn zoon niet te veronachtzamen, om zijn zoon te waarderen voor wat hij gedaan heeft aan het kruis. Nou, de aanleiding van die maaltijd was dus het paascha. En het paascha was eigenlijk een gedenken. En wat gedenkte het volk Israël, de Joden? Nou, hoe zij door een machtige hand uit Egypte zijn uitgeleid, uit de klauwen van Farao, door de woestijn naar Kanaan, daar dachten ze over na. Hoe de vader een lammetje moest slachten. En hoe dat bloed gesmeerd werd aan de deurposten. Ze gedachten met elkaar hoe ze verlost zijn uit Egypte. Nou, dat is ook wat we als gelovigen van het nieuwe verbond doen. Wij gedenken hier met elkaar dat we verlost zijn van onze zonden. En dat verbindt ons aan elkaar. Dat verbindt ons aan elkaar, hè? Dat we verlost zijn van onze zonden. En dat we uit de klauwen van de duivel het eigendom van de Heer Jezus zijn geworden. Nou, wat ook heel mooi is in het avondmaal, en zet daar maar een streepje onder het woord avondmaal. Het is geen middagmaal. Het is geen ontbijt. Hè? Het is geen ontbijt, het is geen middagmaal, maar een avondmaal. En wat betekent dat, avondmaal? Nou, kijk. 'S Morgens als je opstaat met het ontbijt, dan gaat iedereen vaak zijn eigen weg. Kinderen gaan al vroeg naar school. Als man ga je misschien al vroeg naar je werk. 'S Middags dan is ook niet het hele gezin compleet. Maar het avondmaal is een bijzondere maaltijd, omdat we jong en oud, dat wij bij elkaar komen om te eten na een dag van werken. We zijn misschien moe en voldaan thuisgekomen. En dan is het heerlijk om als gezin rondom de tafel te zitten. Het is als het ware een beeld van rust, van thuiskomen, van ontspanning. Nou, dat is ook denk ik iets wat het avondmaal voor ons beeldend maakt. Hè? Het is een maaltijd waar we als huisgezin van God, als broers en zussen, geestelijke broers en zussen, dat we thuiskomen bij de Vader. Dat we tot rust mogen komen en opnieuw mogen nadenken over het feit dat wij rusten vanuit het volbrachte werk van Christus. Ja, wij worden geroepen om te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Ja, wij worden geroepen om stand te houden en te vechten tegen de boze. Maar het begint met rusten. Vanuit de rust leven
voor hem. Nou, die elementen van het avondmaal die heel bijzonder maken, brood en wijn, dat duidt er eigenlijk in de eerste plaats op. Dat zijn eigenlijk voedingsmiddelen die niemand van ons kan zonder eten en drinken. Toch? Wij moeten elke keer weer eten en drinken om in leven te blijven. Nou, brood en wijn zijn ook eigenlijk twee elementen die ons duidelijk maken. Wij kunnen niet leven zonder Jezus. Wij hebben hem elke dag nodig. Zijn genade, zijn liefde, zijn kracht, zijn wijsheid. Wij kunnen zonder hem niet leven. Johannes 15, vers 5. Zonder mij kun je niets doen. Dat maakt het avondmaal duidelijk. Maar wat ook zo bijzonder is met brood en wijn, dat is eigenlijk dat je het gescheiden tot je neemt. Nou, ik heb wel eens vroeger, het is heel lang geleden, maar wij woonden op een boerderij en mijn vader die slachtte dan wel eens een kip. En dan sneed hij de kop van die kip af en dan liet hij hem uitbloeden. Het bloed stroomde uit het vlees. En dat betekent dus de dood. Het leven, zegt Leviticus, is in het bloed. Dus als wij brood en wijn in onze handen hebben, dan betekent dat eigenlijk de dood. Want het leven is uit het bloed. Dus brood en wijn, die bepalen ons bij de dood van de Heer Jezus Christus. Nou, op zichzelf is dat brood niet bijzonder. Of die matzes, hè? Jan die zei dat, een matzes, zonder gist, dat betekent het zondeloze leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus was volmaakt. Maar op zichzelf, als ik dat tot me neem, dat wordt niet iets bijzonders of zo. De Roomse Kerk die zegt, met dat er als het ware een zegen over die ouwel wordt gevraagd, wordt dat daadwerkelijk het lichaam van Christus. Maar dat geloven wij als, als protestanten niet. Wij geloven dat het een beeld is. Nou, dat is hetzelfde met een foto. Als je een foto hebt, dan is dat gewoon papier. Op zichzelf is dat niks waard. Maar als daar je geliefde op staat, als mijn vrouw erop staat, Alinda, dan is dat voor mij heel veel waard. Die foto die maakt mij duidelijk wie mijn liefste voor mij is. En dat is ook in het tekenen van brood en wijn. Het gaat uiteindelijk om het lichaam van Christus, dat hij zijn zonde aan het hout voor ons gedragen heeft. En het bloed, dat wijst ons op die woorden uit Hebreeën, zonder bloedstorting geen vergeving. Als we avondmaal met elkaar vieren, dan zeggen we natuurlijk wel eens, als we uit de Reformatorische Kerk komen, dan zeggen we heel vaak, het is tot versterking van ons geloof. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar het avondmaal vieren, Jan die zei het, doe dat tot mijn gedachtenis, het avondmaal vieren is eigenlijk in de eerste plaats aanbidding en dankzegging. Het gaat niet om jou, wij zijn soms zo egoïstisch, ik moet genieten, ik moet versterkt worden. Ja, maar wat van de Vader? De Vader wil verheerlijkt worden, de Vader wil groot gemaakt worden. En wanneer wij deelnemen aan het avondmaal, dan is dat in de eerste plaats iets dat wij in de gemeente iets komen brengen. Namelijk lofoffers van aanbidding. Door deel te nemen aan het avondmaal geven we de Vader eer en danken we de Zoon voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Nou, hoe moet je dan deelnemen aan het avondmaal? Nou, Jan heeft er al iets van gezegd. Een levend geloof. Geloofsvertrouwen. Of zoals dat vroeger van ons velen ook wel hebben gehoord. Als je het leven buiten jezelf in Christus Jezus zoekt. Dat is wel heel mooi, hè? Het leven buiten jezelf in Christus zoeken. Ja, inderdaad, als we het hier zoeken, dan worden we niet vrolijk, want hier is het werk in uitvoering. Er zijn nog zoveel dingen kunnen er in ons leven zijn, waarmee worstelen, waar we mee nog niet meer klaar zijn gekomen, waar we ons van moeten bekeren. Maar wij zoeken het leven niet hier, maar buiten ons in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar als dat voor jou kostbaar is geworden, dan geloof ik ook dat daar een verlangen is in jouw leven om te worden zoals Hem. Toch?
En ik denk wel dat dat erbij hoort. Hè? Dus aan de ene kant, in het avondmaal zeggen wij niet dat wij perfect zijn. Wij zeggen, ja, we zijn nog steeds werk en uitvoering. Maar tegelijkertijd is daar ook op de bodem van ons hart het verlangen tot levensvernieuwing. Dat gaat denk ik gepaard. Hè? Als je beleidt, dat staat bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 2 vers 19, hè? Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En een ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. En daarom, het avondmaal is in de eerste plaats iets tussen jou en God. God weet hoe het werkelijk in ons hart is. Wij hoeven niet over elkaar te oordelen. Mag ook helemaal niet, hè? Want er staat in vers 31. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Wij moeten helemaal niet met een ander bezig zijn. Het is een persoonlijke zaak. God weet wie de uitverkoren zijn. God weet hoe het in ons hart is. Maar als wij de naam van Jezus belijden, noemen, als wij door een levend geloof zeggen, ja, ik kan niet zonder de Heer Jezus, dan zal daar ook dat verlangen zijn dat je afstaat, dat je je verhoudt, dat je breekt met de ongerechtigheid. En dan zegt Paulus ook, hij zegt, als je deelneemt aan de drinkbeker van de Heere, dan kan je ook niet tegelijkertijd drinken uit de drinkbeker van de demonen. Nou, dat was een hele, als je de Korinthebrief bestudeert, was dat een probleem. Hè? Ze kwamen uit een hele heidense afgoderij, vol demonie. Tempel, de tempel Afrodite, waar 1000 tempelprostituees hun lichaam gaven. Dat was een hele occulte bende. En sommigen die zeggen, ja, maar ik eet van twee walletjes. Nee, zegt Paulus, als je deelneemt aan het avondmaal, dan moet je ook breken met je oude leven. Waar de demonen heer zijn. Nee, nu is Jezus Kyrios heer van je geworden. Dus er hoort ook een leven van gehoorzaamheid bij, van wandelen in het licht. Nou ja, dat kunnen we onszelf vanmorgen afvragen, hè? Wandel ik in het licht? Stel ik mijn vertrouwen op de Heer Jezus? Wil ik in een nieuw gehoorzaam leven leven? Dan mag je met vrijmoedigheid deelnemen aan het avondmaal. En als je dan faalt en struikelt, dan is het, als het goed is, heb je er ook berouw over. Spijt. Heere, vergeef me. Ik wil me verootmoedigen. Ik heb opnieuw weer een verkeerde stap gemaakt. Heere, ik wil het voor u belijden. Ik wil het niet wegstoppen, maar ik wil het eerlijk voor u belijden. Dus hoe kan je deelnemen aan het avondmaal met een levend geloof, vertrouwen en gehoorzaamheid, maar ook op een waardige wijze? En dat was het probleem in de gemeente van Korinthe, want wat gebeurde er? Daar waren rijken en daar waren armen. De rijken die deden zich te goed aan heel veel wijn, dus die werden dronken. Kijk, wij hebben vanmorgen hebben wij hier het avondmaal gehouden in een dienst, maar daar had je vaker, de rijken die hadden grote huizen, dus ze kwamen dan in de huizen samen, wat ook heel mooi was. Dan vierden ze ook vaak het avondmaal tegelijk met een maaltijd. Hè? Dus dan gingen ze een soort Amerikaanse maaltijd houden. Iedereen nam wat mee, de armen die hadden niet zoveel om mee te nemen, de rijken wel. Maar tijdens die maaltijd dronken ze stevig, maar die armen die propten zich vol met brood. Want ja, die hadden niks. En daar kwam een soort scheefgroei. Er gebeurden dingen waarvan Paulus zegt, ja, maar zoals jullie nu met elkaar avondmaal vieren, dat is niet meer op een waardige wijze. De verschil tussen rijk en arm wordt niet meer onderscheiden. Nou ja, wij hebben natuurlijk vaak, dan staat er, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. De eenheid van Gods gemeente werd niet gezien. Nou, in een tijd van kerkelijke verdeeldheid en van heel veel, ja, hoe zeg je dat, hè? Dat mensen gewoon elkaar soms het licht niet in de ogen gunnen, beseffen we dat als we vanmorgen deelnemen aan het avondmaal, dan weten we ons ook verbonden met al die gelovigen in de PKN, in de Gergemenet en in Mozaïek en in, het is één gemeente, het zal worden één kudde en één herder. Dat moeten we goed voor ogen houden. Maar als we dat niet doen, nou ja, dan is daar een gevaar dat we op een onwaardige wijze
deelnemen. Op een manier waarvan God zegt, ja, maar zo mag het niet. He, dus als het gaat over op een onwaardige wijze deelnemen, heeft dat niets te maken met de waardigheid van een persoon. Jan heeft dat ook al gezegd. Het heeft niets te maken met de waardigheid van een persoon, want niemand van ons is het van nature waard om aan de tafel te gaan. Niemand van ons is het waard. We zijn allemaal, wij hebben allen gezondigd. En dat heeft Daan uitgebeeld door middel van zijn geverfde pak. He? Niemand van ons is het waard. Maar de waarde, zoals Jan zei, ligt in het feit dat wij door het offer van Christus bekleed zijn met de mantel van gerechtigheid. En op grond daarvan mogen wij met vrijmoedigheid aangaan. Dus als er onder ons zijn die een gevoel hebben van onwaardigheid, laat dat je niet van het avondmaal weghouden. Want wij belijden juist in het avondmaal, ik ben het niet waard, maar ik ben het waard omdat ik door de Heer Jezus daar deel mag nemen. De Vader die kijkt naar ons door zijn Zoon. Dus als het hier gaat over niet op een onwaardige wijze eten, dan gaat het eigenlijk over, we moeten niet, dat is een waarschuwing, hè, niet op een lichtzinnige manier ermee omgaan. Pas op voor een oppervlakkig en gedachteloos deelnemen. We moeten wel weten wat er werkelijk aan het kruis is gebeurd. En de diepte kunnen we natuurlijk nooit beseffen. Maar het kan soms gewoon een sleur worden voor sommigen. Hè? Die zeggen, ja, het is een beetje, nou, dan mogen we ons verootmoedigen voor de Heer. Zeggen, Heer, zou u opnieuw iets van uw liefde en van uw genade willen laten zien? En dat ik mag weten wat er werkelijk op het kruis voor mij door u volbracht is. Hè, dus als het gaat over onwaardige wijze eten, dan zegt Paulus daarbij in vers 28, maar laat ieder mens zichzelf beproeven. Nou, sommigen van ons, die zijn daardoor lam geslagen. Die heeft het misschien jaren, heeft het ons van het avondmaal weggehouden. Hè? Jawel, zelfbeproeving is noodzakelijk, maar we moeten wel oppassen dat we niet aan introspectie gaan doen. Hè? Dat we zo met onszelf bezig zijn, dat we uit het oog verliezen wat Christus voor ons gedaan heeft. Het gaat dus om de juiste hartsgesteldheid. Daar gaat het om. Dat ik besef dat ik voor God kan komen alleen dankzij het bloedige offer dat de Heer Jezus voor mij volbracht heeft. Nou, wat dan ook belangrijk is bij dat zelfonderzoek is dat wij onszelf beoordelen, niet anderen. Zegt Poenen, die zegt in een van zijn preken, hij zegt, de meest blije christenen in deze wereld zijn zij die zichzelf voortdurend beoordelen en niet anderen beoordelen. Geloof je dat, hè? De meest blijde christenen, die zijn zij die zelf hun hart voor de Heer openen. Heer, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Heer, doorgrond en ken mijn hart. Al is daar een gebied in mijn leven wat niet aan u overgegeven is, laat het me zien. Ik zal het in het licht brengen. De christen die zichzelf openstelt voor het ontdekkende werk van de Heilige Geest en die niet met anderen bezig is om te beoordelen, dat zijn de meest blijde christenen, zegt Zeg Poenen. Geloof je dat? Is dat ook jouw verlangen om jezelf te toetsen? En te zeggen, Heere, is daar iets, een weg in mijn leven? Is daar een zon in mijn leven, een verkeerde levensgewoonte, een karaktereigenschap waar u niet blij van wordt? Heere, ik wil niets liever dan het voor u belijden. En ik wil dat ik daarin verander. Ja, en als de Heer je dan iets duidelijk maakt, hè, dan brengt dat ons vaak tot verontmoediging, omdat je dan vaak ziet, hè, van, o Heere, wat ben ik toch, ik ben waarschijnlijk niet in de wijnstok gebleven, want zolang wij in de wijnstok blijven, dicht bij de Heer Jezus, dan gaat het goed. Maar ja, als we de Heer Jezus en zijn werk uit het oog verliezen, dan kan het zomaar gebeuren, hè, dat wij weer, ja, dingen toelaten waarvan we later moeten zeggen, o God, vergeef het mij.
Nou, ik sluit met mijn laatste punt af. Waarom vieren we het avondmaal? Dan heb ik 3 werkwoorden. Gedenken, genieten en verkondigen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ja, we zijn zo snel vergeetachtig. We zijn zo snel vergeetachtig. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Sommigen van ons waren misschien toen klein. Jan, die was al geboren. Nog niet geboren? Welk jaar ben je geboren dan? 50, oké, precies aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, jij bent een dan van de ouderen. Maar broeder Bart, die is al weer 10 jaar ouder, geloof ik. Maar die weet er nog van. Maar waarom hebben we dodenherdenking? Omdat wij onze waardering en liefde willen uitspreken voor dat wat de gevallen in de Tweede Wereldoorlog voor ons hebben gedaan. Het houdt de bevrijdingsdag levendig. Nou, dat is eigenlijk het hele gedenken. Onze focus blijft helder. Het bewaart ons ervoor om terug te keren naar de wereld. Als we vanmorgen opnieuw die rode druivensap hebben gezien, het bloed van Christus, dat we daar delen hebben genomen en dat wij, toen wij met elkaar allemaal die matzes aten en dat gekraak hoorden, dan gedenken wij hoe die zondeloos volmaakte heiland daar hing aan het kruis, hoe die gevangen werd genomen, hardhandig, hoe boze handen hem bij de rechters hebben gebracht, hoe ze hem gespuugd hebben, daar in die rechtszaal. En hij had niets fout gedaan. We gedenken hoe zijn heilige rug is opengescheurd door een geesel. Hoe die toegetakeld is door ruwe soldaten. Hoe de spijkers door zijn heilige handen en voeten zijn gedreven. Ja, voor mijn en jouw zonde. En toen hebben ze hem daar vastgespijkerd en het kruis omhoog gezet. Hè, recht in de grond gezet. En daar hing onze heiland, jouw heiland. Daar gedenken we aan. En met dat we eraan gedenken, gedenken we dus niet alleen aan het lijfelijke lichaam van de Heer Jezus, wat er hing aan het kruis, maar ook aan het figuurlijke lichaam van Christus, de gemeente. Ik vind het heel mooi, het zondeloze leven van de Heer Jezus door de matzes, maar in sommige vergaderingen van gelovigen, dan kom je daar aan, dan hebben ze ook een tafel staan, en er ligt daar 1 brood. Dat vind ik ook een heel mooi beeld, hè? 1 brood, het is 1 lichaam. En verdeeldheid, twist en scheuring en ruzie onder elkaar kan en mag niet bestaan. Dat is ook het avondmaal. Daar denk ik ook over na. Het is 1 brood. En als we daarover nadenken, als we dat gedenken, dan betekent dat ook genieten. Het avondmaal is een feest van genade. De verloren zoon, die kwam thuis en de vader zegt, haal het gemeste kalf en bereid een maaltijd. Want deze, mijn zoon, die verloren was, die is gevonden. Het feest van genade. We genieten van de gemeenschap met Christus. En ik heb dat woordje al genoemd, het woordje gemeenschap, koinonia, een intieme liefdesverhouding. Dus in het avondmaal geven wij uiting van onze intieme liefdesverhouding met de Heer Jezus. En Psalm 34 zegt het, hè. Komt en ziet en smaakt dat de Heere goed is. En dan kan het soms zo goed zijn, hè. Als je het avondmaal viert. En als je de brood en de wijn tot je neemt. En zegt, oh wat is de Heere toch geweldig goed voor mij. Hij handelt nooit met mij naar mijn zonde. Hoe zwaar, hoe lang ik ook zijn wetten heb geschonden. Wat is de Heere goed? Wat is de Heere zeer te prijzen? Koinonia. Gemeenschap met Jezus. Dus wij zijn als christenen geen saaie mensen. Van ja, je mag helemaal niet genieten. Nee, wij genieten van de Heer Jezus. En vanuit onze levende verhouding met de Heer Jezus genieten we ook van het leven wat de Heer ons geeft. En in de derde plaats is het ook verkondigen. He, er staat in vers 26 staat er, want zo dikwijls als u dit brood eet, verkondig de dood van de Heer totdat hij komt. Ik heb het al gezegd, hè. De brood, dat duidt op het stuk geslagen graan. De wijn duidt op de geperste
druiven. En dat bepaalt ons bij de dood. En als wij met elkaar deelnemen aan het avondmaal, is dat eigenlijk verkondiging. Geloofsbelijdenis. Het is verkondiging aan de hemelse gewesten, aan demonen en aan engelen. Ik behoor Heer Jezus toe. Zoals de doop, de opstanding uit het watergraf, verkondiging is aan de hemelse gewesten. Ik sta op overwinningsgrond. Zo is dat ook dat wij de levende Christus belijden. Niet alleen de gestorven zaligmaker, maar ook een levende Christus die vanmorgen hier in ons midden is. Door zijn Heilige Geest. Dat belijden wij met elkaar. En als jij deelneemt, maak je dat openlijk bekend. Niet alleen door je woorden en de liederen en met een hand in de lucht. Of niet met een hand in de lucht. Maar ook door deel te nemen aan het avondmaal. Het is verkondiging aan de hemelse gewesten. Maar ook aan de mensen om je heen dat je Jezus toebehoort. Aan de ongelovigen. Ook richting de Vader. Dat je zijn zoon lief hebt. Dus het is niet een ritueel. Maar het is verkondiging. Het is geloofsbelijdenis. En dan het laatste. Totdat hij komt. En dan is het over. Dan zullen we hem zien zoals hij is. Verlang je daarnaar? Verlangen we daarnaar? Verlangen we daarnaar om hem uit de hemel te verwachten? Nou, ik geloof dat dat moment is heel dichtbij. Of je nou wel of niet in de opname gelooft, maar ik denk dat de tekenen der tijden en alles wat er het afgelopen anderhalf jaar heeft plaatsgevonden, we bewegen naar dat moment toe. Dat straks de bazuinen zullen klinken en dat hij ons bij zich roept. En dan zullen we hem zien zoals hij werkelijk is. Dan zal er geen avondmaal meer nodig zijn. Maar zolang hij nog niet terugkomt, verkondigen wij de dood van de Heere. Zijn opstanding uit de dood. En dat wij hem op een levende wijze terugverwachten uit de hemel. Nou, ik hoop en ik bid dat wij zo vanmorgen bemoedigd en versterkt weer op onze weg verder mogen gaan. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heere hemelse Vader, we danken u dat wij hier vanmorgen in de Philadelphia gemeente, wat betekent broederliefde, dat wij in broederlijke liefde vanmorgen opnieuw met elkaar het avondmaal mochten vieren. Waarin we met elkaar mochten gedenken wat er aan het kruis is gebeurd, Heere. En zo wordt zoals gezegd, God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan of wie zal dat verstaan, Heere? Wij kunnen niet vatten wat er werkelijk op Golgotha gebeurd is. Want het is niet uw lichamelijke sterven, de pijniging, wat het ergste was. Maar dat u geestelijk, Heere, ook onze zonde op u nam. En de toren van God over mijn en onze zonde op u hebt genomen. Ja, zoals er staat in 2 Korinthe 5... Hij is voor ons tot zonde gemaakt. We prijzen u, Heer Jezus, dat u voor ons tot zondebok wilde worden. Zoals wij wel zeggen, de kop van Jut. Maar Heer, u wilde voor ons tot zondebok worden. Al onze ongerechtigheden hebt u op u genomen. We prijzen u, Heer Jezus, dat u gewillig dat hebt willen doen. Maar dat u niet alleen daar bent gestorven toen u uitriep, het is volbracht, maar dat u ook bent opgestaan uit de dood en dat u vanmorgen door uw geest hier levendig aanwezig bent. En Heer, als we dan met elkaar het avondmaal mogen genieten in het weten dat u onder ons bent, dan zegt Hooglied, zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn vriend, zulkeen is mijn liefst. Heer Jezus, we danken u dat we geestelijk mogen uitrusten en mogen genieten van wie u voor ons wil zijn. Maar dat u ook als de verheerlijkte Christus ons gezegend hebt met alle geestelijke zegen. Heer, we zijn schatrijk en daar willen we u voor danken. Heer, we zijn de allergelukkigste mensen op aarde. We hebben deel gekregen aan het allerbeste vaccin wat er is. Het bloed van Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Heere, wilt u zo in ieder van ons nabij zijn? Heere, we bidden als we naar huis gaan dat wij uw dood ook mogen verkondigen. Dat we mogen getuigen van de hoop die in ons is.
En als we ziek zijn of ernstig ziek zijn, of als we gebroken of mank of hinkend door het leven gaan, geef dat wij niet zullen vergeten om te verkondigen dat God goed is. Voor zondaren, voor mensen die het heil in Christus hebben gevonden. Heren, we bidden zo dat uw zegen, uw vrede, uw shalom met ons mee zal gaan. Heren, we loven en prijzen u voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen.